ik zie gewoon hoe het er aan toe gaat in de wereld en hoe belangrijk het is dat er aandacht naar besteed wordt. Dus ja, ik ga het heel persoonlijk. Gaat je heel persoonlijk? Ja. Maar je zei in het voorgesprek van, ik heb het zelf op school wel een beetje gemist vroeger, het bespreken van dit onderwerp. Ja, hoe erg. Ik denk überhaupt duurzaamheid. En dan ook inderdaad, dus nu tweedehands fashion, mode, dat werd eigenlijk niet besproken. Dat werd niet besproken. En daarom vind ik het zo belangrijk dat ik kan voorleggen aan kleine kinderen en het toch een beetje meebrengen. En wat is je belangrijkste boodschap dan, als je deze kinderen ziet? Los van het feit dat je ze super cute vindt. Zo cute en die zijn zo lief. Het belangrijkste om mee te brengen, ik ga jullie vertellen van inderdaad ook geen nieuwe kleren meer. Maar wel gewoon dat jullie, ik vind het zo schattig. Wel gewoon dat, ja, een beetje dat bewustzijn en een beetje misschien dat gesprek aangaan. Blijf lekker nieuwsgierig. Blijf het ook hebben met de ouders en zo. Ja. En ook goed dat we dan op school ook via zo'n boek extra aandacht krijgen. We hebben samengewerkt in het project en we doen nog steeds met Schone Klerencampagne. Dat is echt heel mooi, heel erg bedankt. Dankjewel. Ja, applaus. Echt een teken. Ja, die is verschrikkelijk. En er is één meisje, en ze heet Lin. En ze zit op die eerste plek daar. En ze is zelf gemaakt. Jawel, je opvolger staat op plaats. Oh, heel goed. Heb je deze helemaal zo getekend? Wauw. Heel mooi. Heel mooi, dankjewel. Jij kan maar eens even naar de kamer. Dag van ons. Luister naar mij, ik ga het boek voorlezen. Ik hoop dat jullie het net zo leuk verhaal vinden als ik het kon schrijven. Hebben jullie zin in? Ja! Oké, super, dan ga ik gewoon lekker beginnen. Het boek heet dus Kleren Nooit. Trim! Ik doe wel open, mama. Piep Jan. Ha, pas. Nieuwe dag. Nieuwe lading. Hoeveel pakketjes heb je vandaag voor mij? Als je kan zien, allemaal pakketjes. Allemaal alleen voor Piep Jan. 28 pakketjes, zegt Bas. Zo weinig, zegt Piep Jan. Huh? Vraag Bas. Grapje, lacht Piep Jan. Hoe meer kleren, hoe beter. Ah, daar heb je Mario en Dirk. Elk met mijn bestellingen. Tot morgen, Bas. Heel veel pakketjes. Wat zou ik aantrekken, mompelt Vivian als ze op haar kamer zit. Dit gele shirt met een rokje. De groene jurk met de stroken. Of nee, toch misschien die zwart-grijze streepjesbroek. Haar tackle maakt een hoog kipgeluid. Ja, zeg jij eens ook wat, Wally. Chopa mag nooit, nooit weg. Want als ik Chopa weg doe, voelt het alsof ik opa ook voorgoed weg heb. Denkt Vivian. Zie je die plekken, Wally? Die zijn van de chocoladecroissants die ik samen met opa onder de Eiffeltoren gegeten heb. Ik vond die bruine op de klodders op mijn nieuwe shirt heel erg. Maar opa zei meteen, geef niet lieverd. De plekken zijn een mooie herinnering aan ons tweeën. Zorg goed voor alles wat belangrijk is. Vivian, weer de stem van mama. De pijnhoop is nog erger. Binnen en nu ook buiten. Wat denk je wel niet? En wat is dat voor een vieze lap in je handen? Mama trekt aan Chopa. Vivian trekt hard terug. Stop, gilt Vivian. Chopa mag niet stuk. Anders gaat opa helemaal kapot. Laat los. Mama laat het shirt los. Wally grijpt het shirt met zijn bek en rent ermee weg. Houd het diep, roept Piep Jan.
dat komt wel goed, zegt mama. Is dit shirt echt zo belangrijk voor je? Ja, zegt Vivian met een hees stem. Ik was vergeten dat ik het nog had. Voor je gewassen. Lief, mam, zegt Vivian. Ik heb veel te veel kleren, denkt Vivian. Het moet anders. En dan krijgt ze een idee. Een top idee. Nog diezelfde middag vraagt ze al haar vriendinnen bij elkaar. Ze staren vanaf het balkon naar de gigantische kledingberg. Hier heb ik niks mee, zegt Vivian. Geef één belangrijke herinnering. Maar zomaar alles weggooien wil ik niet. En dus, vraagt Maggie, haar hartsvriendin. Dus we gaan er zelf nieuwe kleren ervan maken. Nieuw van oud, zegt Vivian. En nieuw van nieuw, lacht Maggie, die naar haar shirt wijst met een prijskaartje er nog aan. Wil je niet meehelpen, Vivian? Ik weet dat ik het met jullie heel allemaal aankom. En alles wat we maken is voor de modeshow bij ons in de straat. Hier is met al haar vriendinnen is ze samen aan het leren. Eerst alles sorteren, zegt Maggie. Broeken bij broeken, t-shirts bij t-shirts, rokken bij rokken. Wally kijkt Vivian met een schuine kop aan. Ja, jij mag ook nog, Wally. Alles is gesorteerd. En als alles gesorteerd is, gaan Vivian en haar vriendinnen helemaal los. Dit gekke printje is echt wat voor mij, Vivian. Wat zullen we daarvan maken? Een jurk zonder mouwen, stelt Vivian voor. Even later raadt de naaimachine en vliegt de scharen door het schoen. Vivian meet Wally van kop tot kont. Ja, jij krijgt ook een oud nieuw outfitje. Wat is er? Als je heel veel kleren hebt, dan kan je de andere kleren niet heel veel weg. Dan kan de andere kleren. Dat is precies wat ik wil bedoelen. Dat als je heel veel kleren hebt, dan kan je ze eigenlijk beter aan iemand geven die het echt nodig heeft. Dus je hebt helemaal gelijk. Echt goed. Helemaal gelijk. Zo. Dat gaat goed, zegt mama die komt kijken in de straat. Beter dan alle snelle mode die elke dag bestelt. Mama zegt, weet je eigenlijk wel waar al die kleren vandaan komen? Nee, zegt Vivian, in een fabriek misschien? Ja, zegt mama, maar vaak geen leuke fabriek. Die vrouwen en soms ook kinderen die daar werken. Wat? Kinderen? Maar die gaan hier dan niet naar school? Roept Vivian verbaasd. Nee, niet altijd. Kinderen moeten ook werken omdat hun papa en mama te weinig geld hebben om eten te kopen. En hebben ze ook geen speelgoed thuis? Vraagt Vivian bezorgd. Daar is ook geen geld voor. Het is werken en nog eens werken en nog eens werken en nog eens werken. Ook op een zaterdag en soms ook op een zondag. De vrouwen krijgen pijn in hun rug en moeten doorwerken zelfs als ze ziek zijn. Echt? Vraagt Vivian met tranen in haar ogen. Echt, zegt mama. Maar dat is zo goed en dat jullie het helemaal goed maken. Het is zo goed wat jullie doen. Geen nieuwe kleding kopen, maar hergebruiken wat je al hebt. De modeshow. Het is de dag van de modeshow. Vivian en haar vriendinnen showen de nieuwe gemaakte kleren. Buren en andere wijkbewoners applaudisseren. Muziek knalt uit de boksen. En de sfeer zit er goed in. Vivian houdt een toespraak. Vandaag open ik mijn eigen nieuw van oud winkel. Zegt ze trots. Want snelle mode heeft geen zin.